Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag dinsdag en ik ben inmiddels wakker. Ik heb lekker geslapen, al was dat toch wel een beetje een verbazing dat ik lekker heb geslapen, want ik ben heel laat gaan slapen. En ook een beetje raar gaan slapen, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Inmiddels ben ik wakker en ik zou gisteravond Kim nog gaan bellen, betreft die bom. Maar dat ga ik dus zo meteen even doen. Het is nu, niet eens een idee hoe laat het is. Even spieken. 10:45. Dus dat komt goed uit. Ik ga me aankleden, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Ik heb mijn ondergoed en alles wel aan. Maar toen ben ik gestopt en heb ik mijn badjas aangetrokken. Nee, ik ga een lekker jongensbroek aandoen en een shirtje. En voor de rest heb ik niks op de planning staan de komende 3 dagen. Dus er worden gewoon denk ik lekkere 3 hele relaxte dagen. Misschien dat ik nog wel even naar mijn oma wil. Maar goed, daarvoor hoef ik niet helemaal opgetoft in de spijkerbroek. En weet ik het wat allemaal die kant op te gaan. Ik ben niet normaal zo'n heel erg jongensbroek persoon. Ik ben altijd heel erg snel van het gewoon normale kleding aandoen. Want dan voel je ook wat productiever. Maar even een jongensbroek aandoen kan toch wel geen kwaad, denk ik, vandaag. Dus dat ga ik doen. Verder hoef ik nergens heen vandaag. Buiten dat ik misschien even langs mijn oma wil. Maar verder geen plannen eigenlijk. Ik ben heel vrolijk opgestaan vanmorgen. Dus dat is een goed teken. De laatste tijd sta ik heel raar op met hele gekke gedachten en zo. Maar ik ben vanmorgen lekker vrolijk en productief opgestaan. Dus dat is mooi. Lekker alles even schoongemaakt, opgeruimd. En ik ga me nu even aankleden. 10:45 jongens. Ik heb net pas gegeten. Daarna ga ik de kast nog even opruimen. Want er staan nog wat dingetjes in dat ik denk dat kan wel even weg. Of in ieder geval even ergens anders heen. Dus ja. Ik ben weer heel erg aan het uitstellen. Ik loop al de hele ochtend in mijn badjas. Ik heb wel een jongensbroek aan, maar ik heb nog steeds geen kopje aan. Of shirtje, of weet ik het wat. Ik ben zo aan het uitstellen vandaag. En ik kan dat echt niet hebben van mezelf. Ik ben altijd iemand die gewoon alles snel wil doen. En op orde en ready wil zijn. En ik loop nu de hele ochtend in mijn badjas. En het enige wat ik maar kan denken is, waarom ga ik niet gewoon mijn ding doen? Nu, gelijk. Ik snap dat niet van mezelf. Ik gun mezelf dan niet even gewoon lekker een chill ochtendje of zo. En dat vind ik wel vervelend. Oh, een shirt met lange mouw. Die ga ik aan, want zo warm is het niet. En ik denk dat ik in plaats van die joggingsbroek mijn TikTok legging aan ga doen. Want die ligt hier. Waarom ligt die eigenlijk tussen mijn topjes? Dat vraag ik me af. Ik ga lekker een cremige legging aan doen. Een shirtje met lange mouw. Want ik heb het koud. En dan denk ik dat ik er overheen nog iets van een vestje ga doen ofzo. Maar dat komt zo allemaal wel. Goed. Aangekleed. Gewoon chill en legging aan en een shirtje met lange mouwen. Want hey, ik ben gewoon lekker thuis, dus why not? Zo is mijn bureau weer gedraaid. Weer. Ik moet er echt eens mee ophouden. Maar goed. Oeps. Komt allemaal wel goed. Deze ga ik laten zakken. Ik ga even mijn kast opruimen en anders indelen. Want daar ben ik het niet zo meer mee eens. Dus dat ga ik even veranderen. Goed, de kast is opgeruimd. En daar ben ik echt super blij mee. Want het ziet er nu veel fijner en veel beter uit. Ik heb even een trui aangedaan. En ik had nog een VVV-bon van mijn opa en oma liggen. En ik wist gewoon niet wat ik daarmee moest doen. Het enige wat ik wel nog wilde doen is een nieuw kettingje bestellen. Want mijn kettingje daar heeft 3 euro meerdere malen aan geknauwd. Die begint nu dus helemaal lelijk te worden. En die schakels zijn ook helemaal verbogen in de ketting zelf. Dus ik heb een nieuw kettingje besteld. Een iets korter lengtetje als deze. Een paar centimeter. 2 of 3 centimeter korter. Ik ben de laatste deel van de korte kettingjes. Dus ik denk ik ga die gelijk bestellen. En ik heb een klein bedeltje erbij besteld om een beetje aan het bedrag te komen. Maar ik besefte me dus net in één keer. Ik wou op mijn Switch gaan spelen. Maar toen dacht ik, ah, ik moet nog de vlog editen. Dus dat ga ik doen. Ik heb even een koffietje gemaakt. En ik ga nu maar even editen. Want dat moet ook nog
gebeuren. Dus dat ga ik nu maar even doen. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel zin om te gaan editen nu, maar vooruit. Goed, ik heb net heel even lekker een pastaatje gegeten en ik ben even de video aan het uploaden nu op de laptop, maar ik ga even op de Switch, zo, goedemorgen, ik ga heel even op de Switch spelen, want ja, daar heb ik gewoon zin in, doorgaan. Ik druk op doorgaan, oh, en dan moet je gooien. Leuk. Ik heb dus een nieuw spel gekocht. Dat heet Sports Party. Er zijn 10 spellen. Je kan dus tegen elkaar spelen. En ja, eigenlijk echt van alles doen. Maar het is gewoon heel erg leuk. Kies een richting. Volgende. Oh, dus ik moet dus gooien. Maak je klaar. Ik ben benieuwd. En nu? Ja, ik ben klaar. Het is wel echt voor mensen met geduld. Oh. Oh, dan gooi je veel verder als mij. Fancy. Waarom kan ik niet naar links gooien? Ik snap het niet. Ik ben het beste, maar ik snap het niet. Ik kan alleen maar in het midden gooien. Ik snap er helemaal niks van. Nee, ik wil... Ik snap hier helemaal niks van, echt niet. Ik kan niet naar rechts gooien. Oh, ik moet op de knop drukken. Oh. Ik kom er bij de laatste warp pas achter. Dat ik gewoon naar links moet gooien of met de knop naar rechts. Oh, hoe dom. Maar ja, het is mijn eerste game. Ik vond het grappig eigenlijk. Ik ga even drinken pakken beneden. Ik heb dorst van die pasta. Ik zou vannacht trouwens een glasplaatje en een wit hoesje binnenkrijgen, maar die zijn dus vandaag weer niet binnengekomen. Helemaal top. Dus ja, maar dat is van hetzelfde materiaal. Precies hetzelfde als dit gele hoesje, alleen dan in het wit. Maar wat ik zeg, die is nu nog niet binnengekomen. Die zou vannacht binnen zijn, maar die is dus weer niet hier. Dit is... Nee, ik wil niet opnieuw spelen... Nee. Ik ga die. Ik heb weer zo'n mystery game gekocht. Ik vind het echt leuk. Trouwens, hebben jullie een Nintendo Switch en spelen jullie de Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition? Laat me weten hoe ik dat doe. Hoe dat werkt, want ik snap er helemaal niks van. Ik snap er echt helemaal niks van. Weet je wat ik ga doen? Animal Crossing. Want ik heb die dus opnieuw opgestart. Helemaal een nieuw game. Dus ik moest helemaal opnieuw beginnen. En dan had ik al niet zo heel veel. Maar ja. En ik ga zo even lekker Just Dance doen, denk ik. Zal ik dat gewoon eerst gaan doen? Dan kan ik daarna lekker uitrusten en zitten. En oh. Dan kan ik daarna lekker rustig gaan zitten en mijn ding doen. Vind ik een goed plan. We gaan eerst even lekker Just Dance. Maar ik ga eerst plassen. En even een flesje 7-up pakken beneden. Apart jongens. Ik ga even vuil wegbrengen. Maar het is gewoon weer om met... een vest buiten te lopen. Dat is toch apart. Ik blijf het heel gek vinden dat we anderhalve week geleden nog met truien
en vesten en jassen aanliepen over elkaar. En dat we nu gewoon met super chille vestjes buiten kunnen lopen. Ook dit hoort erbij. Er is echt aardig wat gebeurd nu. Ik heb er net gedoucht. En ik ben lekker omgekleed. Maar ik ben dus Chili and the Phantoms aan het kijken. Ik zit nu op aflevering 9. En ik heb dit niet... Ik heb toen de eerste aflevering gekeken, dacht ik nee. Is niks voor mij. Dus ik heb niet verder gekeken. Vervolgens was Ash hier afgelopen. Wanneer was hij hier? Gisteren of eergisteren? Gisteren was ze hier. En het... Het eerste wat ze zei is, je moet het gewoon doorkijken. Het verhaal wordt op een gegeven moment zo mooi en zo spannend. En ik ben echt flabbergasted. Ik vind het zo'n mooi verhaal. Echt Kenny Ortega, diegene die dus School Musical heeft geregisseerd en Descendants, heeft het echt mooi gedaan. Eerlijk is eerlijk. Het is super spannend. Het is mooi. Er zit muziek in verwerkt, dus ik vind het sowieso top. Maar ik ben er heel blij mee. Ik ben nu op aflevering 9. Ik wil heel graag gaan slapen, maar ik kan niet slapen. Ik wil dit verder kijken. Dus ik ga denk ik nog een aflevering kijken. Ik ben nu net aflevering 9 gestart. Daarna ga ik wel slapen. Maar ik dacht ik ga de vlog eindigen, want er is niet zo heel veel meer te doen. Ik ga dit gewoon lekker verder kijken. En dan ga ik slapen. Ik ben trouwens weer omgedraaid zoals je ziet. Ik heb vanmorgen net de kussens gepakt aan deze kant gelegd en mijn bed opengeslagen. En ik ga nu lekker slapen, dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog.